Hallo Rieke vrienden, hoe is het daar? Hier is het, kom zie, kom zo, durf ik gewoon te zeggen. Waarom? Was laat weer. Ik word oud. Maar goed, doet er niet toe. Alhoewel, ik zag dus net, want het is natuurlijk nu vrijdag, dat het 1 juli is. Overigens, mensen die juli zeggen, daar heb ik ook een hekel aan. Het is 1 juli. Juli ging vrij snel. Het is dus nu, we zitten hartje zomer. Voor je het weet, is het herfst. Beetje depressief begin van de review dit. Maar voor je het weet is het herfst. Wat gaat de tijd toch snel? Ik heb er last van dat de tijd snel gaat. Nonne snokken zeg. Oh, het is alweer 1 juli. Juli. Het staat gewoon een I-man. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmed Joop gestuurd? Laten we gaan kijken. 1 juli. Saus. En niet zomaar een saus, maar one of the greatest. One of the greatest. Oké, bij patat. Frietzeggers, jullie hebben gewoon niet gelijk. Het is patat. Bij patat eet je 3 soorten saus. Dat is mayonaise, pindasaus of curry. Curry. Basissaus. Ketchup is natuurlijk fantastisch. Dat is ook een basissaus. Maar curry is one of the greatest. One of the greatest. En mensen die niet van curry houden... Daar is iets mis mee. Die houden van meer dingen niet. Dat zijn mensen die weinig liefde in hun hart hebben. Mensen die niet van curry houden. Is zo. Nu gebeurt er hier wel iets vervelends. Want als ik het over curry heb, heb ik het over Hella curry. Hella curry, dat is mijn basismerk. Hella curry. Curry, ik eet een andere curry. Hella curry. Dat is wat je denkt. En nu staan hier 4 soorten curry. Ja, dat is toch raar. Saanse curry ketchup. Luister even één ding. Over Saanse mayonaise uit de tubo hoor je mij niet. Dat is een prima mayonaise. Kost geen hol en is een lekkere mayonaise. Je hebt dure mayonaise, die zijn niet te vreten vergeleken met Saanse mayonaise. Prima mayonaise. Maar dat die mensen ook curry ketchup maakten, dat wist ik dan weer net niet. Heinz, currygewurz. Heinz van de Heinz ketchup. Laten we eerlijk zijn, Heinz ketchup is een basismerk. Maar curry is dat niet. Dat is namelijk deze, van Hella. Hella. En dan zeg je, ja, waarom noem je het Hella? Er staat maar 1 L, dat is eigenlijk Hella. Dat weet ik ook niet, ik noem het gewoon Hella. Kruiden, ketchup, curry, original. Die heb ik in huis. Oliehoorn, currysaus, zacht, zoet en pittig. Traditionele saus uit Hoorn. Hoorn is niet hier ver vandaan. Kilometer of, weet ik veel, 30. Doe het wel eens op de racefiets. Heen en weer. Zie je niet, maar doe ik wel. Ik heb het opgezocht. En er is iets heel raars aan de hand. Ze staan ook op kostprijs. Deze kost een hol. Die iets meer. Die meer. Hartstikke duur. Laten we gewoon gaan proeven, jongens. Want daarvoor zitten we hier. Wat is de beste curry? Ja, deze. Maar we gaan toch proeven. Ja, uit grootmoeders servies heb ik 4 bordjes weten te krijgen. Ja, we gaan gewoon beginnen. Want ook voor mij is het bijna een weekend, hè. De curry van de Saanse mayo. Ja, zo heet het toch, Saanse mayo. En nou is het opeens maken ze curry. Dat is raar, toch? Och, dan moet ik al die dingetjes er weer afhalen. Ik heb een hekel aan ook, hè. Maar goed, aan de andere kant. Als iedereen... Maar in je flesje kan, is ook niet zo leuk. De curry van Heinz. Ja. Klinkt een beetje viezig. De curry van onze vriend Hella. Voor de niet-alfabeten onder ons is dat Hella. En de curry van... God voor u.
Oliehoorn. De curry van Oliehoorn. Zo. Nou, nu al kapot. Wat valt ons op? Godverju. Alles weer onder die troep. Goed. Wat valt ons op? De curry van de Zaanse is licht. De curry van Heinz ja, is donkerder. De curry van Hella, voor liefhebbers Hella, is vloeibaarder. De curry van Oliehoorn is minst vloeibaar en het donkerste. En dat konden jullie ook wel zien, maar het is mijn taak om dat te vertellen. Oh Jan, heb je zin in vier soorten curry te proeven? Nee. Want ik was gisteren een beetje laat in het café. Ik voel me niet zo lekker. En dan vier lekker curry in je kanis, dat is dan niet waar je zin in hebt. Meest zin heb ik eigenlijk gewoon met een paar spintjes op bed te gaan liggen. Maar ja, dat kan niet. Ja, laten we eerlijk zijn. Nederland zit te wachten op mijn review. Moet je ook eens over nadenken hoeveel druk er op mij staat. Heftig. Dan gaan we beginnen. De strontgoedkope lichte curry van Zaanse. Ja. We kennen allemaal de currysmaak. Hij is pittig. Hij is een beetje pittig in je mond. Hij is voor de rest. Godverju. Hij heeft weinig currysmaak. Het is gewoon heel pittig. En het is een beetje te nat. Nee, het is een beetje. Nee. Heinz curry. Heinz curry is meer zoet. Vergeleken met de Zaans curry, die pittig is, is dit een suikerbom. En hij wijkt te veel af van de currysmaak. Ik ga je wat vertellen en denk je, ja, haha, hij is een beetje erg tomaat. En ik zal je vertellen, dan hadden we wel tomatenketchup genomen, vriend. Ik vind de smaak truttig vanwege de zoetheid. Hella curry. Heerlijk. 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 Goeie curry. En de duurste, en daarmee ook wel de interessantste, is die van Oliehoorn. Want waarom is die interessant? Nou, omdat hij hartstikke donker is vergeleken met de rest. En dik. De rest is wat vloeibaarder. En dus. Hartstikke lekker. Mooie, dikke, volle saus. Goed op smaak. Goed gekruid. Pittig. Niet te zoet. Helemaal goed. Rijmt ook. Tijd voor de cijfertjes! En ze staan niet alleen op kosten, maar ook bijna op smaak. Die van de Zaanse kost een hol, is ook geen hol. Dit stelt helemaal nergens op. Dit is ook een hele lichte derry. Ja, het is pittig. Het heeft weinig met curry te maken. Die krijgt van mij een 4. Dat is echt, sorry hoor, maar dit is echt niet goed. Een 5 voor de Heinz. Te ketchup. Te tomatenketchup. Te zoet ook. Te weinig curry. Ja. Ja. Hartstikke goed is die oliehoornsaus. Ja, ik geef Hella nu een hoger cijfer. Maar dat heeft meer te maken met... Ja, traditie. Traditie. Maar deze is echt hartstikke goed, zeg. Dat is een goede curry, hoor. Dat is een dure curry. Heerlijke curry. Oliehoorn. Ik krijg mij een 7. Ja, en de Hella, Hella. Hella, Hella. Oeh. Curry. Ja, dat is gewoon voor mij de topper. Dat is gewoon een 8. Oh Jan, wat is er dan met die Hella curry? Mijn vader had vroeger een speeltuin. Daar maakte hij hotdogs. En daar spoot hij dus Hella curry op. Ja. Ja, dan ga ik van dingen houden. Dat is gewoon zo. Ik hou ook van mijn vader. Maar ook van zijn hotdogs. Dus ook van Hella curry. Ja, misschien een beetje kinderachtig. Maar dat is gewoon zo. Ja, mooi. Nou, lekker weekend. Nog.
misschien moet ik nou gewoon een boterham gaan eten. Want dat is niet goed hoor.